So what was Judeo-Christian about rationalism was that just like Judeo-Christianity, it claimed to explain everything. It claimed to be able to explain the whole. That is the monotheistic nature of rationalism. Rationalism is atheism, but atheism itself is defined in reaction to a Christian God. In other words, a worldview that defines itself by the absence of a Christian God is still defining itself relative to a Christian God. So it's not simple. When scientists, the early rationalists in the 18th century, came upon shamans in different countries around the world, they first defined them as being purveyors of false knowledge. So there has been a deeply ingrained prejudice against modification of consciousness, use of psychoactive plants, and shamans for at least 500 years in European cultures. And, you know, there's just this... I think Terence McKenna correctly spoke about beer and wool cultures. And so these people, if you're using any other intoxicant than alcohol, they don't take well to it. And that's how it's been historically. You know, as soon as the Spanish got to Mexico and there were the Aztecs using psilocybin mushrooms, they said, this is the devil stuff. So finally, we get to the end of the 20th century. We just know so much about psychoactive molecules, about the different plants in the world, the different cultures. Finally, through rational science, we've been able to study the world and accumulate 300 years of knowledge about it, and to learn more about how our own brains function and so on. But still, our cultures and our legislations and our traditions are just ingrained with all these deep prejudices. Like, so for example, in Switzerland, where I live, people smoke a lot of cigarettes, people drink a lot of alcohol. There are thousands of people who die every year through alcohol-related car accidents, who die from cancer, from cigarettes. And yet, in Swiss culture, it's still difficult to consider that a plant like cannabis should be legal. You know, and it's just a very difficult political struggle to get this even addressed in any kind of calm way. So we're still a long way from open-mindedness. Mm-hmm. And actually, I think that using science, as Rick Strassman is doing, to actually try to stay calm and address these substances and how they can be used and what one can learn from them, this is important work. And it's also about opening up Western cultures and, you know, getting Western cultures to look at their presuppositions and their taboos. And, you know, people generally don't like to look at their presuppositions and taboos and, you know, the kind of baggage. Clearly, there's a lot of baggage and a sort of dirty laundry that's in the suitcase that hasn't been unpacked yet in Western cultures around psychoactive plants and substances and around the knowledge systems of indigenous peoples. The good news is that there's a growing number of Westerners and actually intellectuals, scientists, artists, movers and shakers, filmmakers and so on, who realize that this stuff is all too interesting just to go on keeping it swept under the rug. And meanwhile, the Inquisition was a long time ago, the birth of rationalism was a long time ago. At this point, there's no good reason, apart from bad habit, to keep up these barriers. 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 To keep up these barriers.
Ik ben Peter de Haring, ik ben 73. Ik kom uit de tijd dat er een enorme hets tegen de harddrugs werd gevoerd in Nederland. En inmiddels ziet weer dat er een krankzinnige herhaling is van diezelfde war on drugs. Realiseer je dan alsjeblieft dat daarachter een fijnmazig crimineel systeem zit. Het wordt juist tijd voor het kijken naar de heilzame effecten van een aantal moderne drugs. Mijn vraag is, waarom gaan we geen onderzoek plegen op positieve golflengtes, waar de zorgkosten op omlaag kunnen in plaats van de politiekosten omhoog? Dat is mijn vraag. Peter den Haring dus, uit ons netwerk van spraakmakers, ergert zich aan alle negatieve verhalen die er zijn over drugs. Gebruikers van drugs zitten in het verdomhoekje, terwijl er steeds meer wetenschappelijk onderzoek zou zijn waaruit het heilzame effect van psychedelica, maar ook van MDMA en ketamine blijkt. Ik heb een carrière gemaakt in het jongerenwerk. Ik ben directeur geweest van het Paard van Troje. Dat is eigenlijk een van de centra waar ooit de strijd om de scheiding tussen harddrugs en softdrugs is ontbrand. Ik heb er ook nog een tijdje voor in de baaiers gezeten, omdat wij een huishashisdealer wilden laten werken in een beschermde omgeving, om te greep te kunnen krijgen op de malafide drugshandelaren die in die tijd heroïne, opium en speed begonnen te verkopen. Ja. Dus ik heb al heel lang daarmee ervaring. Naderhand ben ik in een therapeutische setting gaan werken. En toen heb ik in 1983 voor het eerst kennis gemaakt met ecstasy. Ik vond het een fantastisch middel. Het is uitgevonden door een Amerikaanse psychiater, Claudio Naranjo, die daar therapeutisch enorme goede resultaten mee bereikte. En dat is vergelijkbaar met wat vroeger professor Bastiaanse mocht in Nederland met LSD. Maar het is een veel te heftig middel. Zoals Peter den Haring het al zegt, is het inzetten van drugs voor therapeutische doeleinden niet nieuw. Professor Bastiaanse begon er al mee in de jaren 50. Enkele minuten geleden hebben we 400 gamma LSD ingespoten. Hij zette LSD in voor mensen met oorlogstrauma's. Kan je je nog herinneren waar je als kind zo angstig was? Weet je nog waar het zo angstig was? Ja. Waar dan? Ook psychonaut en auteur Terence McKenna was in de jaren 60 al pleitbezorger voor het verantwoord gebruik van natuurlijk voorkomende psychedelische planten en een krachtige stem van de psychedelische beweging. The key for transformation is the psychedelic experience. It gets you used to the idea that the world is not what it appears to be. Zij wisten al wat universiteiten nu meer en meer ontdekken en bewijzen. Er zijn veel aanwijzingen dat psychedelische stofjes allerlei psychische aandoeningen kunnen helpen genezen. But the exciting thing is, there's evidence for these nominally different classes of disorders, depression, addiction, and addiction to different types of drugs. Zo opende de Amerikaanse topuniversiteit Johns Hopkins onlangs het grootste onderzoekscentrum naar psychedelica ter wereld. Today we're announcing a new research center at Johns Hopkins, the Center for Psychedelic and Consciousness Research. En ook in Nederland wordt veel onderzoek gedaan. Zoals Robert Schoefers, hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. De psychedelica kennen we eigenlijk al lang, maar die zijn ook een hele tijd weg geweest uit de aandacht van velen. Dat heeft een lange geschiedenis in de 50, 60 jaren, 70 jaren van de vorige eeuw. Ja. Maar ze hebben hele sterke psychoactieve effecten. Dat is ook wel de reden waarom wij er geïnteresseerd in zijn geraakt. Ja. Wij zien bijvoorbeeld in het UMCG veel patiënten met ernstige depressie die niet opknappen op de reguliere behandelingen of onvoldoende. Ja. En daar zien we dat dit soort behandelingen meerwaarde hebben. En dat je bij een aantal patiënten ook veel sneller een groot gunstig effect kunt bereiken. Aan de Maastricht University doet Kim Kuipers onderzoek naar psychedelica. Ja, we hebben vier klassen. We hebben de klassieke psychedelica, waar psilocybine, LSD en ayahuasca deel uit van maken. Dan hebben we de empathogene, waar MDMA deel van uitmaakt. Dissociatieve substanties, waar ketamine onderdeel van uitmaakt. En dan hebben we ook de unieke substanties met cannabis, waar ook al veel onderzoek naar gebeurd is. Maar we moeten gewoon gaan kijken van wat kunnen psychedelica in gezonde mensen doen. We weten dat die bijvoorbeeld creatief denken of flexibel denken verbeteren. En we weten dat empathie verhoogd wordt, emotionele empathie. En dan denk ik dat het goed is dat je eens gaat kijken van welke psychische stoornissen hebben die symptomen. Depressie heeft bijvoorbeeld dat mensen een rigide denkpatroon hebben, dus minder flexibel denken.
En empathie is daar ook een symptoom. Daar zijn ook problemen mee. Dus dan kun je redeneren, psychedelica kunnen daar helpen. En zo moeten we het meer. We moeten niet gaan denken voor welke stoornis zou het kunnen helpen, maar voor welk symptoom zou het kunnen helpen. En een psychedelische revolutie? Ja, dat, zo noemen ze dat allemaal. Psychedelic renaissance, de heropleving, de wedergeboorte van de psychedelica en de therapie. Er wordt altijd al door een bepaalde, laten we zeggen, intellectuele bovenlaag, de psychedelische elite, de psychonauten, zoals ze zichzelf vroeger noemden, onderzoek gedaan naar heilzame effecten. En die zijn er. Terug naar communitylid Peter Den Haring. Als therapeut adviseerde hij koppels in relatietherapie wel eens ecstasy, oftewel MDMA, te gebruiken. Ja, mocht niet. Lekker wel gedaan. Ja. Ik ben niet van het type van dat ik me veel aantrek van wat de wereld ervan vindt en denkt. Maar het heeft voor bepaalde mensen enorm heilzaam gewerkt. Ik heb ook mensen hier in de relatietherapie gehad die het allebei heb laten gebruiken, waarbij ik het dan niet gebruikte. Zodat ze een tijdje met elkaar konden praten over de dingen van het leven waar het nou echt over ging. En dat heb ik gedaan omdat ik zelf de potentie voor dat stel zag om te verdiepen. Er zijn ook stellen waar je dat allemaal niet ziet. Dan heeft het allemaal geen zin om zo'n paardenmiddel uit de kast te halen. Later deze week meer over MDMA. En het inzetten van het middel bij veteranen met PTSS. Morgen meer. Zelfde tijd, zelfde zender. Een reportage hoorde u van collega Roy Herkens. En Robert Dijkgraaf is wat dat betreft ook een ervaringsdeskundige. Zelf aan de opiaten gezeten, schoonmoeder aan de ketamine. Ja, het is gewoon interessant om te zien dat, dat je soms als patiënt heb je dit soort middelen nodig. Bijvoorbeeld als pijnstillers. En wat ik boeiend vind, met name in de Verenigde Staten, waar we zien dat er enorme problemen zijn met opiaten. Hè, dat is echt een epidemie. Mm. Dat die farmaceutische bedrijven terughoudender zijn geworden met het ontwikkelen daarvan. Omdat ze bang zijn enorme processen aan hun broek te krijgen. Dat wil zeggen dat op dit front er eigenlijk in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen heel weinig wordt gedaan. En dat bijvoorbeeld er nauwelijks onderzoek meer wordt gedaan naar nieuwe vormen van pijnstillers, omdat we bang zijn dat het een illegale drug gaat worden. Ja, ja. Dus het is een enorm interessant spanningsveld. Terwijl die heilzame werking, die is heel erg belangrijk. Wel, en precies, natuurlijk, en ja, er zijn, laten we gewoon ons realiseren hoeveel mensen zitten met kwalen, met klachten, waar eigenlijk geen goede medicijnen voor zijn. En die zouden eigenlijk niets liever willen dat er nieuwe doorbraken worden gemaakt en dat dit soort middelen ook toegankbaar zijn. Ja. Als ze dan illegaal worden gebruikt. En niet meteen in die drugshoek worden neergezet. Ja, hè? Dat is wat er, nu gebeurt. Maar het is een heel spannend situatie natuurlijk. We hopen daar deze week dus in de Vragen van Spraakmakers ook wat meer helderheid over te krijgen. Ayahuasca-thee bijvoorbeeld bevat het bestanddeel dimethyltryptamine, oftewel DMT. Dat is een hallucinerend stofje dat op grond van de opiumwet is verboden. Lange tijd werden ayahuasca-ceremonies gedoogd. Er ontstond zelfs een wildgroei aan aanbieders. En twee weken geleden verbood de Hoge Raad die ayahuasca-thee. En daarmee kwam dus ook een eind aan dat gedoogbeleid. Tot verdriet van ervaringsdeskundigen en onderzoekers. Want volgens hen heeft ayahuasca juist een heilzame werking. Ayahuasca-thee is een hallucinatieopwekkende drank. Volgens wetenschappelijk onderzoek van Kim van Oorsouw van de Maastricht University zijn er aanwijzingen dat het ritueel gebruik van ayahuasca depressies en stress kan verminderen. We will pour the first glass of ayahuasca for you and we will bring it to you and then we ask you not to drink it yet because we're going to drink the first glass as a ritual, as a group together. And before you drink it, I will guide you through a meditation. Ayahuasca is een stof die van oudsher uit het Amazonegebied komt en bestaat in principe uit twee planten. De Psychotria viridis, dat is het blad van een plant, en de wortel van de Banisteriopsis capi. Ja. Dus dat zijn twee planten die groeien in het Amazonegebied. Die worden samengevoegd, gekookt, en dat is wat wij kennen als de ayahuasca. Wat zijn de werkzame stoffen van die plant? Ja, het blad heeft dus de DMT. De DMT die zorgt voor een verhoogd transport, onder andere en aanmaak van serotonine in het brein. Maar die DMT wordt normaliter door ons spijsverteringskanaal afgebroken. En daarom moet er een mauwremmer bij. Dat is dus die wortel van de andere plant. En die zorgt ervoor dat die mauwremmer in ons systeem wordt uitgeschakeld, zodat die DMT het brein kan bereiken. En dan krijg je eigenlijk pas het werkzame effect van ayahuasca zoals wij dat kennen en zoals dat beschreven wordt door deelnemers van ceremonies. Lars Faber biedt ayahuasca-ceremonies aan. Onze benadering is, we willen mensen terugbrengen bij wie ze zijn, bij wie ze in essentie zijn. En dat klinkt misschien vaag, dat klinkt abstract, maar dat weet je. Op het moment dat je contact maakt met iets in jezelf wat wezenlijk is, wat je lang kwijt bent, is het een soort herkenning van een oude vriend die je tegenkomt en herkent. Dat is wat het ons oplevert, de contact met jezelf. En het voordeel daarvan in je leven is dat je betere beslissingen gaat maken.
gebied van je werk, gebied van je gezondheid, gebied van relaties, opvoeden van je kinderen. Je wordt gewoon een fijner mens. En dat is waar het voor ons over gaat. Daarbij gaan mensen ook visioenen zien, hallucineren en als het ware ervaringen herbeleven of anders ervaren, waardoor zij een soort van therapeutisch effect kunnen hebben van die ayahuasca als het gaat over trauma, depressie, angsten, stress, etc. Welcome to the ceremony. Feeling that there are a bit anxious people. Yeah, it's okay. It's very understandable. Soms komt het middel ook negatief in het nieuws. Onlangs kwam een man in IJzendijken om het leven bij een zogenaamde healing sessie, waarbij de thee werd gedronken. In de auto die wegrijdt zit het slachtoffer dat op dat moment nog leeft. Hij wordt samen met bekenden naar het ziekenhuis gebracht in Oostburg, waar hulpverleners hem reanimeren. Daarna wordt hij met de helikopter naar een ziekenhuis in het Belgische Gent gebracht, waar hij overlijdt. De Hoge Raad maakte 2 weken geleden een einde aan het gedoogbeleid van ayahuasca. Dat verbod dat is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Ervaringsdeskundigen zeggen juist veel baat te hebben gehad bij het tripmiddel. Mark raakte een lichte depressie kwijt en Sipko kwam van zijn verslaving af. Dat kenmerkt zichzelf fysiek door een soort knoop in mijn buik. Slecht kunnen eten, slecht voor mezelf zorgen, mezelf veel verdoven met marihuana onder andere. Maar wat heeft het je vervolgens opgeleverd? Nou ja, de dag daarna was alles was licht. Mijn knoop was weg. Het bleef licht. Het bleef makkelijk. Ik kookte voor mezelf. Seksleven stond weer helemaal aan. Ik had overal zin in. En ik dacht, nou, dat zal wel een paar dagen duren en dan is het weg. Het is inmiddels 5 weken geleden en het is nog net zo aanwezig als toen. Het leven gaat op dit moment vanzelf. Mijn ervaring met ayahuasca is dat ik na een leven vol verslaving, na 20 jaar behoorlijk verslaafd te zijn geweest, inzichtelijk heb kunnen krijgen waarom ik verslaafd ben geraakt, met ondersteuning van de ayahuasca en de goede begeleiding erbij. En zo heb ik mijn leven kunnen kantelen. Then you can bring your hand to the position of your belly. And after you've done that, you can drink the ayahuasca in your own pace. And I wish you all a really bon voyage. Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek over de werking van psychedelica in ons brein. Er zijn veel aanwijzingen dat de stofjes allerlei psychische aandoeningen kunnen helpen genezen. Het klopt dat er een wildgroei van aanbieders van ayahuasca-ceremonies is. En juist goede begeleiding is belangrijk. Je controle zit in je neocortex, die zit in een denkend stuk van je hersenen. En dat stuk mag je voor eventjes op gaan geven. Dus dat betekent dat jouw begeleiding je zoveel veiligheid moet bieden, fysiek, emotioneel, mentaal. Ze moeten het kader uitzetten, moeten je begrenzen wat je wel en wat je niet mag. Ze moeten je permissie geven om je emoties te laten gaan en te volgen wat deze medicijnplanten in je oproepen. En als dat goed gebeurt, dan kom je dus in de woordeloze staat waar precies je trauma zit. Dat kun je gaan zien, kan je doorleven met die veilige begeleiding. Kun je dat gaan bevrijden, dat woordje zocht ik. En daar zit de genezing in, de heling. Morgen meer. Zelfde tijd, zelfde zender. En de nieuwe monitor drugsincidenten waarschuwen onderzoekers dat het gebruik van ketamine steeds normaler wordt. Tussen 2009 en 2017 steeg op de EHBO's het aantal incidenten met ketamine flink. Maar het narcosemiddel blijkt wel goed te kunnen werken bij een groep ernstig depressieve patiënten die niet reageert op reguliere behandeling. Het tripmiddel ketamine wordt in het Nederlandse uitgaanscircuit populairder. Vorige week bleek uit onderzoek van het Trimbos Instituut dat gebruikers door deze druk vaker in de problemen komen. Zorgen om ketamine. 5 keer meer meldingen bij EHBO na drugsgebruik. Tripmiddel wordt steeds populairder op feestjes, ziet het Trimbos Instituut. Als partydrug misschien minder geschikt. Voor mensen met een ernstige depressie kan het middel een enorme uitkomst zijn. Ik denk dat ik zelf in 2012 of 2013 daar meer geïnteresseerd in geraakt ben. Toen hebben we bij een aantal patiënten een proefbehandeling gedaan. Daar zagen we eigenlijk goede effecten. Robert Schoefers, hoogleraar psychiatrie aan het UMC Groningen, raakte een paar jaar geleden onder de indruk van de effecten van ketamine. Ketamine werkt vooral op het glutamaatsysteem. En dat is eigenlijk relatief nieuw in antidepressiva. Dus hersencellen die eigenlijk verminderd actief zijn bij bijvoorbeeld depressie, die worden gerevitaliseerd en dat gaat supersnel.
Robert Schoevers behandelde Eva met ketamine. Zij leidde aan een ernstige depressie en werd eerder al geportretteerd in het tv-programma Dokters van Morgen. Ik kan hier eigenlijk gewoon niks meer. Ik ben gewoon zo op, klaar. Wat voor behandelingen heb je gehad? Kan je daar een overzicht van geven? Ja, ik heb heel veel psychotherapie gehad, gedragstherapie heb ik gehad. Ik ben in het alternatieve circuit, heb ik alles gedaan wat er mogelijk was. Ik heb alle vormen van medicatie gehad. Ik heb 40 ECT's gehad, elektroshockbehandelingen. Dat hielp niet? Dat hielp een paar dagen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de depressiepatiënten kunnen niet wachten. Ook Harry Jaspers, een voormalig huisarts, krijgt in 1995 een zware depressie. Hij nam op eigen houtje ketamine. In Radio 1 Vandaag vertelde hij wat er toen gebeurde. Na een kwartiertje zag mijn broer dat er wat veranderde. Ik had het zelf nog niet in de gaten, maar een hele psychomotoriek, dus je gelaat, je bewegingen. Ik was totaal verstijfd eigenlijk al. En ik kon er één keer van de bank opstaan. En de wereld zag er anders uit. Ja, de wereld was wel hetzelfde, maar mijn waarneming was anders. En dat wil je dan niet geloven. Je gelooft ook niet dat langer duurt of zo. Ruim 500.000 volwassenen krijgen jaarlijks een depressie. Na een eerste depressie krijgt de helft er opnieuw een. Na 3 episodes is die kans 90%. Voor 1/3 van de patiënten werken de bestaande medicijnen en behandelingen niet. Maar ook bij ketamine zijn er nog veel dingen die we niet weten. Namelijk, blijft dat werken? En hoe lang moet je daarmee doorgaan? Kunnen mensen daar afhankelijk van raken? Kan het zijn dat je een soort gewenning krijgt waardoor het middel gewoon niet meer aanslaat? Wat zijn bijwerkingen? Is er nog een hele weg te gaan tussen het initiële gunstige effect en de vraag of je dat ook langdurig zou kunnen aanbieden aan patiënten. En hoe gaat het? Ik ben nu wel onder invloed. Ja, ja. Ja, merk ik ook een beetje aan je praten, hè? Ja, klopt. Het voelt of dat ik moeite moet doen om mijn woorden eruit te halen. Ja, ja. Dat ketamine ook verlichting kan brengen bij depressie bleek begin deze eeuw uit een aantal publicaties over patiënten die ineens enorm waren opgeknapt na een operatie waarbij ze met ketamine waren verdoofd. De laatste 10 jaar is er een aantal kleine studies gedaan waarin patiënten met ernstige, steeds terugkerende depressie via een infuus 2 maal per week een lage dosis ketamine krijgen toegediend. Nou ja, ik ben daar beter op geworden. En ik heb weer toekomst en ik kan weer verder met mijn leven. En ik kan niet wachten om straks weer te beginnen met mijn school. Het laatste jaar, ik moet nog 1 jaar van verpleegkunde. De snelle werking, vaak al binnen 2 uur, maakt ketamine ook veelbelovend voor de behandeling van suïcidale mensen. Op eigen houtje ketamine gaan gebruiken raadt Robert Schoevers af. En omdat je ketamine moet blijven gebruiken, ligt verslaving op de loer, zo waarschuwt Schoevers. Ja, dat is zeker een vraag die uiterst belangrijk is. Ja. We hebben net de opiatencrisis gehad. In Amerika is dat natuurlijk heel groot. Ja. Ook bij dit middel moet je wel heel goed nadenken over in wat voor setting, aan welke patiënten, dat soort dingen. Morgen meer. Zelfde tijd, zelfde zender. Vorige week bleek dat drugsgebruikers vaker medische hulp nodig hebben. En ecstasy, oftewel MDMA, is verreweg de populairste drug. Maar onderzoekers zijn ook hard op weg om van datzelfde MDMA juist een medicijn te maken. In eerste instantie voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis. MDMA, in de volksmond ecstasy, kennen we vooral als partydrug. Lekker! Het geeft je een euforisch gevoel, je krijgt meer energie, je hebt meer zin om te dansen. En ja, volgens een omvangrijk onderzoek van het Trimbos Instituut, dat vorige week werd gepubliceerd, belanden steeds meer Nederlanders na drugsgebruik in het ziekenhuis. Gewoon puur op feestjes, om er toch wel een beetje meer in de mood te komen. Ik neem meestal 3 pillen mee in totaal. Ja. En daar moet ik wel zoet mee zijn. En MDMA, oftewel ecstasy, is veruit de populairste drug. Een zorgwekkende ontwikkeling volgens het Trimbos Instituut. Ik ken mensen die ze met hele weg werken, dus dan denk ik, nou, volgens mij zit ik nog wel enigszins safe. Maar MDMA
kan ook goed werken tegen een posttraumatische stressstoornis. We still have a lot of ways to go. The hardest is ahead. De Amerikaanse onderzoeker Rick Doblin denkt dat MDMA binnenkort een serieus medicijn is. Which is scaling up to phase 3 studies for MDMA-assisted psychotherapy for PTSD, both in the US and Europe. Doblin deed onderzoek met MDMA bij Amerikaanse veteranen met een posttraumatische stressstoornis. New at 6, a number of combat veterans and other Americans suffer from PTSD. An estimated 22 veterans take their own lives each day because of it. Het Amerikaanse Fox News besteedde er eerder al aandacht aan. Now some mental health relief may come in the form of MDMA. The New York Times is reporting that the FDA has approved a clinical trial of the party drug that's known as ecstasy. To help alleviate some symptoms of post-traumatic stress disorder. Een groep van 26 veteranen met posttraumatische stressstoornis onderging een veelbelovende vorm van psychotherapie, waarbij 12 maanden na behandeling 68% van de patiënten onder de detectiegrens voor PTSS zat. Kortom, ze waren genezen. For severe post-traumatic stress disorder, after trying everything else, including standard psychotherapies and all the standard psychiatric medications for anxiety, and they say MDMA is really the only thing that worked. Het middel creëert vertrouwen bij patiënten, waardoor ze terugkeren naar een trauma en er met afstand naar kunnen kijken. Nieuwe inzichten delen ze met twee therapeuten die tijdens de sessie aanwezig zijn. Kim Kuipers van de Maastricht University doet ook onderzoek naar MDMA. We weten dat MDMA mensen kan openbreken, meer openmaakt. En dat is nodig bij mensen met PTSS. Die hebben vaak moeite om over hun trauma te praten. En MDMA kan zorgen dat dat de deur opengezet wordt. Community-lid Peter Den Haring gebruikte zelf ook wel eens MDMA. Ik ervoer dat ik veel liefdevoller kon zijn dan ik me ooit zelf had zien gedragen. Dus ik werd er eigenlijk ja, een beetje extatisch van. Hè. Het ecstasy-verhaal gaat natuurlijk daarover dat je plotseling een bewustzijnsverruiming ondergaat. En die blijft ongeveer een uurtje of 3, 4 aan de gang. Wat het effect is als iemand anders waarmee je het samengebruik dat ook doet, is enorm. Dat we zeggen, als ik jou meer kan vertrouwen dan ik gewoon doe, en jij mij meer kan vertrouwen dan wij gewoon zijn te doen, dan hebben we ineens een intens soort communicatie. Als je dus dat therapeutisch aanwendt, dat is de therapeut ook gebruikt, en heeft de ander ineens een speelruimte die je in geen enkele andere therapeutische vorm natuurlijk gewoon vindt. In de Verenigde Staten lijkt het erop dat als de laatste proeven onder een groep van 107 veteranen een positieve uitkomst opleveren, de druk in 2021 waarschijnlijk als medicijn wordt erkend. We zullen zien of het zo snel gaat. Klinische trials zijn moeilijk en we zullen zien. Het is een mooi doel. In Nederland worden ook proeven gestart. Als in dat wij patiënten met PTSS gaan includeren. Die gaan 2 keer MDMA toegediend krijgen. En dan ondersteuning en praatsessies. Het is een multicenter trial. Ik denk dat nu al 7 Europese centra gaan meedoen. En 2 daarvan zijn in Nederland. Voor alle Europese centra moet dat weer door een ethische commissie. En het kan zijn dat bijvoorbeeld de ethische commissie in Praag andere vragen heeft, dat het protocol moet aangepast worden en dat wij dan ook weer opnieuw naar onze ethische commissie moeten gaan en zeggen, we hebben nog een aanpassing gedaan. Dus dat verklaart de lange weg. Volgens het CBS gebruikte 7% van de bevolking wel eens ecstasy. In 2017 namen 370.000 mensen een pilletje ecstasy. En ondertussen blijven de onderzoekers steeds maar in. Ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen? We blijven rondjes lopen, elk rondje is anders. Urenlang loop jij rondjes? Ik loop urenlang rondjes. Verbaas je dit? Morgen meer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ja, sinds kort zijn het UMC Utrecht en het UMC Groningen een experiment gestart met het gecontroleerd behandelen met paddo's van patiënten met een hardnekkige depressieve stoornis die onvoldoende baat hebben bij behandeling met antidepressiva. De betrokken patiënten kunnen in aanmerking komen voor een experimentele behandeling met psilocybine, de werkzame stof die in sommige paddenstoelen en truffels aanwezig is. Er is veelbelovend onderzoek naar de werking van psychedelica in ons brein.
Eerder deze week hoorden we al dat de Amerikaanse topuniversiteit Johns Hopkins onlangs het grootste onderzoekscentrum voor psychedelica ter wereld opende. Today we're announcing a new research center at Johns Hopkins, the Center for Psychedelic and Consciousness Research. Er zijn veel aanwijzingen dat de stofjes allerlei psychische aandoeningen kunnen helpen genezen. Een van die stofjes heet psilocybine. En Robert Schoefers, hoogleraar psychiatrie aan het UMC Groningen, doet er onderzoek naar. Ja, dat stofje heeft heel veel effecten in het brein. Het is formeel is het een hallucinogeen. Dus het versterkt je waarnemingen. Het geeft die, en dat kan er ook allerlei dingen aan toevoegen. Als je kijkt naar zeg maar activiteit van hersengebieden bij mensen die dit stofje hebben gebruikt, dan zie je iets heel bijzonders. Dan zie je dat zeg maar hersengebieden die normaal gesproken niet zoveel met elkaar communiceren, dat daar veel meer contact tussen is. En omdat dat zeg maar biologische activiteit is, kan je dat zien op een scan. Patiënten met een depressie, die zitten vaak vast in hun denken. Die hebben een soort ingesleten loop. Dat kan je voorstellen, maar dat je steeds maar in dezelfde piekerstand bent en eigenlijk daar helemaal niet meer uitkomt. En dat kan je zien in de activiteit. Dat heet het default mode network in het brein. Wat je ziet als mensen dit middel gebruiken, is dat dat vastgeroeste patroon, dat je dat in één keer opent, dat je dat losmaakt. Op dit moment behandelen artsen patiënten met depressieve klachten veelal met gesprekken, psychotherapie. En indien nodig krijgen zij ook antidepressiva. Veel mensen hebben daar baat bij. Maar voor sommigen betekent het een lange zoektocht naar een werkzame behandeling. Soms tevergeefs, zoals bij Michiel. Ja, ik heb therapieën gedaan. En dat is niet alleen iets van de laatste 2 jaar. Maar met name de laatste 2 jaar liep ik bij een psychotherapeut. En ik ben ook via een psychiater met antidepressiva voor de 2e keer in mijn leven in aan de slag gegaan. En dat was niet effectief. Daar werd ik eigenlijk alleen maar knettergek van. Dus dat had een hele negatieve uitwerking op hoe ik mij voelde. Michiel gebruikte geen psilocybine, maar wel DMT, een andere hallucinerende stof. DMT is een van de werkzame stoffen die deelnemers aan een ayahuasca-ceremonie tot zich nemen. And after you've done that, you can drink the ayahuasca in your own pace. And I wish you all a really bon voyage. En Michiel knapte er enorm van op. Tijdens alle beelden die ik zag, alle kaleidoscopische plaatjes en Escher-achtige tekeningen, waardoor ik over diepzeebodems, koraalriffen waar ik overheen gevlogen ben, bij wijze van spreken, dan heb ik me zo gerealiseerd dat het klaar was met die depressie. Ja. En dat was het eerste weekend van februari. We zitten nu, we zitten begin oktober. En ik heb sinds die dag geen uur meer een depressie gehad. Geen last meer van een depressie. Het stofje psilocybine helpt om vaste denkpatronen te doorbreken. En het interessante is dat mensen in zo'n sessie toegang krijgen tot allerlei materiaal, dingen die ze hebben meegemaakt, herinneringen, gevoelens en vaak ook dingen die heel moeilijk en belastend voor ze zijn geweest. Vaak ook dingen die een rol hebben gespeeld in het psychisch ziek worden. Mm-hmm. En dat ze daar op een hele directe manier weer contact mee maken. Eigenlijk is het wat je ook bij cognitieve gedragstherapie exposure zou noemen. Ja. Hè? Dus je maakt weer contact met die verdrongen bewustzijnsinhoud. En daarmee gaat de enorme lading daar ook een beetje af. Tot slot terug naar communitylid Peter den Haring. Hij wilde graag een radioserie waarin de positieve kanten van drugs worden belicht. Tegen het huidige politieke klimaat in. Realiseer dan alsjeblieft dat daarachter een fijnmazig crimineel systeem zit. Waarin onder andere premier Rutte jongeren oproept wel 2 keer na te denken voordat zij overgaan tot het nemen van drugs. Dat de bovenwereld verweven raakt met de benedenwereld, dat weten we ook allemaal. Dus er is bij de gewone bevolking best een idee van dat de schadelijkheid van die war on drugs, dat absurde tegenin hakken, dat duidelijk geworden is. Het is minder duidelijk dat er iets positiefs uit kan komen. Maar voor die jonge mensen die het gebruikt hebben, is dat al lang duidelijk.
En ik weet niet waar we naartoe gaan. Er zijn allemaal designerdrugs allemaal nu in omloop. Dus er wordt in die wereld ook nog van enorm veel uitgevonden. Dus misschien krijgen we iets wat je in het drinkwater kan gooien. Hè, waar ze vroeger voor bang waren. De provo's gingen LSD in het drinkwater van Amsterdam doen. En zouden we allemaal gek worden op straten. Nou, ik had die grap wel willen meemaken. Maar als iemand in het waterreservoir van de Tweede Kamer iets kan doen, waardoor er wat intellectuele helderheid gaat ontstaan, dan gaan we nog een hele interessante toekomst tegemoet. De heilzame werking van drugs. Een reportageserie hoorde u van Roy Heerkens. Partydrugs als medicijn. Het klinkt te gek voor woorden misschien, maar dat is het niet. Er komt steeds meer onderzoek naar de heilzame werking van drugs. Daarnaast wordt partydrug GHB al gebruikt in de behandeling van mensen met narcolepsie. Zijn de partydrugs de toekomst in de psychotherapie? Daar bespreek ik met dokter Gert-Jan Lammers, neuroloog. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, en met Joost Breeksema hier in de studio, onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum van Leiden en Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Joost Breeksema, ik begin even bij jou. Kan je kort uitleggen wat jij doet? Ik doe onderzoek naar psychedelica. En ik ben directeur van een stichting die zich inzet voor meer wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. En dan met name therapeutische toepassingen daarvan. Ja, en dan hou jij je voornamelijk bezig met de therapeutische toepassing van MDMA voor patiënten met PTSS. Ja, onder andere, maar ook naar psilocybine voor de behandeling van depressie. Psilo wat? Psilocybine, dat is de werkzame stof in wat vroeger als paddo's werd verkocht in een smartshop. Mm-hmm. Tegenwoordig truffels. Wat al millennia lang. Er is een lacune in mijn drugs weten. Dat geeft helemaal niks. Ja, paddo's heb je vast wel eens van gehoord. Zeker. En waar wordt dat voor gebruikt? Onder andere voor de behandeling van depressie. Maar wordt ook onderzocht voor de behandeling van eetstoornissen, obsessief-compulsieve stoornis. Mensen met kanker die aan de hand daarvan een angststoornis hebben ontwikkeld. Ja. Okay. Onder andere. En dokter Gert-Jan Lammers, neuroloog. Wat doet u zoal? Ja, ik ben van huis uit algemeen neuroloog. Dat heb ik jarenlang in het LUMC gedaan. Ik heb altijd speciale interesse in de slaap gehad. Vooral in mensen met een verhoogde slaapneiging overdag. Mm-hmm. En ja, daar is de bekendste groep dan de mensen met narcolepsie van. En ja, zowel in de zorg voor goede behandeling van deze mensen als in wetenschappelijk onderzoek. En zo zijn we ook gekomen op de behandeling van narcolepsie met bijvoorbeeld GHB. Ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Joost Breeksema, laatste nieuws is dat er in Nederland een proef komt om met mensen met PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, om die te behandelen met MDMA. En dat is natuurlijk MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mm-hmm. En die proef die is al in Amerika, is dat al bezig, en die komt nu naar Nederland, hè? Ja, ja. Er is net toestemming van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie om het onderzoek te starten. Mm-hmm. Dus het gaat in de komende weken, maanden, gaat dat hopelijk eindelijk beginnen. Ben je blij dat die naar Nederland komt, die proef? Heel blij, ja. Dat duurt tijd. Ja. Hoe zijn ze eigenlijk op het idee gekomen om MDMA te gaan testen bij patiënten met PTSS? Ik denk dat het deels een strategische keuze is geweest. Omdat, zoals je weet, al die middelen zijn de hele tijd verboden geweest. En volgens bij mij weten zijn ze nog steeds. Dat zijn ze nog steeds. Dat waren ze niet altijd, maar dat zijn ze wel een hele tijd. Ja. Maar als een reactie op dat verbod en het inzicht dat er meer in die middelen zat dan alleen maar een soort van recreatief gebruik, hebben onderzoekers waarschijnlijk gedacht, oké, wat is nou een aandoening waar veel sympathie voor is bij het grote publiek. Mm-hmm. En waar MDMA bij uitstek geschikt voor zou kunnen zijn. Mm-hmm. Daar zijn ze bij PTSS op uitgekomen. Mm. Maar is het niet, ik meen dat in Amerika testen ze hier al tientallen jaren mee. Met de werkzame stoffen in ecstasy om mensen met een trauma te behandelen. Oh nee hoor, dat is dat niet zo? Nou, een jaar of 10 geleden is dat begonnen. Oké, ik dacht dat ze in de jaren 50 dit al deden. Nee, in de jaren 50 is wel heel veel onderzoek gedaan naar LSD bijvoorbeeld, naar mescaline, naar ook psilocybine, de werkzame stoffen in paddo's. Okay. En dat onderzoek is eigenlijk eind jaren 60 helemaal stil komen te liggen. Dat is toen zijn die middelen verboden en eigenlijk heeft dat vooral als effect gehad dat het onderzoek daarna helemaal stil is komen te liggen. Het heeft weinig gedaan met het gebruik buiten de medische setting. Maar dat was dus met paddo's, of tenminste de werkzame stoffen daarin, en LSD. En we hebben het nu over MDMA. Ja, MDMA, dat is pas in de jaren 70, 80. Is dat ook pas opgekomen? Ja, het is in 85 verboden en voor die tijd werd het al gebruikt door psychotherapeuten. Vooral in de westkust van de Verenigde Staten. Mm-hmm. En daar kwam ook het idee van, oké, MDMA is blijkbaar heel geschikt ter versterking van psychotherapie. Ja, laten we het daar eens over hebben. Want MDMA, nou, de mensen weten wel hoe in ieder geval waarschijnlijk een pilletje eruit ziet. Een ecstasy pilletje. Mm-hmm. Nou, daar zit van alles in, waaronder dus MDMA. Dat is de stof waar je hartstikke blij en verliefdachtig van wordt. Ja. Hoe wordt dat straks gebruikt
bij mensen met PTSS, dus met een posttraumatisch stresssyndroom? Het wordt echt nadrukkelijk gebruikt ter facilitering of ter versterking van de psychotherapie. Dus het wordt ingebed in een geheel van een psychotherapeutisch proces. Je krijgt niet een pilletje van ga maar lekker thuis, neem een halfje en ik zie je maandag maar weer terug. Nee, zo gaat het niet. Nee, dat lijkt me heel onverstandig. Nee, er zijn allemaal mensen met ernstige behandelresistente posttraumatische stressstoornis die echt al jarenlang PTSS hebben, ernstige PTSS. Bijvoorbeeld iemand die heeft gevochten in een oorlog. Ja, dat zie je heel veel. Oorlogsveteraan. Ja, oorlogsveteranen, maar ook mensen met seksueel trauma komt veel voor. Of zelfs mensen met vroeg kinderlijk trauma. Kan je iets uitleggen hoe dat dan werkt? Misschien een voorbeeld nemen van een geval dat je kent? Voorbeeld? Nou, ik ben zelf betrokken geweest bij de training die eind vorig jaar in Nederland was van therapeuten die gaan werken met MDMA. Die worden uitgebreid getraind en voorbereid. En een onderdeel van die training is dat mensen een week lang video's kijken van eerdere therapiesessies. Om een beetje een beeld te krijgen van hoe dat in zijn werking gaat. Van hun eigen eerdere therapiesessies? Van therapiesessies van andere patiënten. Van andere patiënten. Ja, dus de psychiater en de therapeut die sessies hebben gedaan. Die laten video's zien van wat er zoal gebeurt tijdens een sessie. En geven uitleg hoe zij daarop op reageren. Als je ziet wat er naar boven komt bij patiënten. Want mensen hebben heel vaak het idee, MDMA, daar word je vrolijk van, daar word je blij van, daar krijg je een verliefdheidsgevoel van. Ja. Als je ziet wat dat bij patiënten doet, is het echt helemaal niet het geval. En wat gebeurt er dan? Wat het doet, is het geeft mensen de kans om hun traumatische herinneringen her te beleven. Daar gaan ze vanzelf naartoe, dat komt vanzelf naar boven. Zonder dat ze zo erg overweldigd worden door die negatieve gevoelens die ze erbij hebben. Ja, ja. Dus want mensen zitten heel vaak vast in dat trauma. Daar komen ze niet overheen. Ja. En MDMA vermindert negatieve gevoelens, vermindert angst, vergroot de openheid, empathie, het vertrouwen naar de therapeut ook. Dus mensen voelen zich meer verbonden met de therapeut. En dat maakt het makkelijker voor hun om zo'n heel moeilijk, zwaar trauma bespreekbaar te maken. Dus je herbeleeft het. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een oorlogssituatie waarin je verzeild bent geraakt. Je herbeleeft het, maar dan heb je niet al die afschuwelijke gevoelens bij die je er anders bij zou hebben. Ja, ik kan me een geval herinneren van een veteraan die heel nauwkeurig, heel minutieus beschrijft wat er gebeurt op het moment dat een granaat zijn SUV raakt, zijn Hummer raakt. Mm-hmm. Wat er gebeurt, het schuldgevoel dat hij voelde, dat zijn medekameraden, zijn medesoldaten overleden. En dat hij als enige dat overleefd heeft. Mm-hmm. En als je dat ziet op video, is het niet zo heel bijzonder. Behalve als je weet hoe dat is voor mensen die PTSS hebben. Hij vertelt dat heel, heel droog haast. Heel, lijkt emotieloos. Maar hij kan dat dus herbeleven. Zonder dat hij overweldigd wordt door die schuldgevoelens, door die angst, door die paniek die hij destijds voelde. Ja, ja. En gaan ze dan, want dan neem je dat dus in een pilvorm? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, in een capsule wordt dat. In een capsule? Gegeven, ja. Onder begeleiding, lijkt mij. Ja, absoluut. En ga je dan, terwijl je dat op hebt en het gaat werken, ga je over je trauma praten ook? Ja, dat is een goed punt. Ja, bij MDMA-therapie is dat mensen worden in eerste instantie aangeraden om te gaan liggen met een ooglep op. Mm-hmm. Met een koptelefoon op, zoals ik nu op heb. Met een vooraf geselecteerde muzieklijst. En het wordt geïnstrueerd om naar binnen te gaan. Zeg maar gewoon te voelen wat er naar boven komt. Mm-hmm. Wat er natuurlijk naar boven komt. Zowel in je lichaam als gevoelens die naar boven komen. En dat wordt een beetje afgewisseld met praten. Maar het idee is dat je lichaam, net zoals je lichaam een zelfherstellend vermogen heeft, dat je geest dat ook heeft. En dat die therapeuten hun rol is om mensen daarin te begeleiden. Ja, en ja, vooral de echte therapie, de verwerking van wat er allemaal gebeurd is tijdens zo'n sessie, die gebeurt achteraf, die gebeurt na die sessie. Ja. Interesting. Gert-Jan Lammers, u begeleidt mensen met narcolepsie, hè? Ja, dat klopt. Ja, en dan gaat u dus gebruik maken, of dat doet u al, daarbij gebruikt u GHB. Hoe werkt dat? Ja. Eerst maar even wat is narcolepsie? Want dat is misschien wel handig om nog even uit te leggen. Ja. Nee, narcolepsie is een hele invaderende chronische aandoening. Als je dat hebt, is het belangrijkste probleem over het algemeen dat je een onvermogen hebt om overdag wakker te blijven. Je kunt wel wakker zijn, maar niet wakker blijven. Mm-hmm. Maar daarnaast zie je opmerkelijk genoeg vaak dat je 's nachts wel in slaap komt, maar ook niet goed in slaap kunt blijven. Dan zijn er nog andere bijzondere symptomen, als dat je letterlijk slap kunt worden bij lachen. Dat klinkt allemaal heel grappig, maar dat is een grote handicap in het normale slap, sociale leven. Maar, fysiek slap, ja, letterlijk slap. Mm-hmm.
Ja, dat probleem wordt veroorzaakt omdat je hersenen de stof hypocretine niet meer aanmaken. Mm-hmm. En je kunt dat hypocretine systeem waar hypocretine onderdeel van uitmaakt eigenlijk als een soort regisseur in onze hersenen zien van het slapen en waken. Die zorgt dat wij overdag wakker kunnen zijn en wakker kunnen blijven en omgekeerd 's nachts in slaap zijn en in slaap kunnen blijven. En als het systeem verstoord raakt, krijg je dus de verschijnselen van narcolepsie. Mm-hmm. En je kunt dan enerzijds met medicatie en met geplande dutjes proberen het overdag beter te krijgen. Qua wakker zijn, qua concentratie. Mm-hmm. Maar je kunt ook proberen die nacht beter te krijgen. Met als consequentie dat ook de overdag functioneren beter kan worden. Ja. En je zult misschien zeggen, waarom neem je daar niet gewoon slaapmiddel voor? Een slaappil of zo, ja. Ja, het probleem van de zogenaamde gewone slaappillen is, die brengen mensen vaak wel in slaap, maar je krijgt niet echt een kwalitatief goede slaap. In ieder geval niet een slaap waar je overdag beter van gaat voelen. Okay. Dat is eigenlijk één probleem. Ander probleem is dat die medicijnen eigenlijk altijd gewenning geven. Dat betekent dat ze op een gegeven moment hun werking min of meer verliezen. Maar je wel onttrekkingsverschijnselen krijgt als je wilt stoppen. En dan heb je er eigenlijk alleen maar een probleem bij. Ja. En nou is GHB is eigenlijk natuurlijk een narcosemiddel. Ja. Dus je kan wel zeggen, eventjes op zijn boerenverstand gezegd, daar val je wel van in slaap, ja. Ja, nou, dit is natuurlijk ook niet iets wat iemand zomaar opeens bedacht heeft. Toeval speelt een grote rol. Ja. Het middel was inderdaad in de tweede helft van de vorige eeuw in gebruik als narcosemiddel. En op een gegeven moment dachten Canadese onderzoekers van, misschien als je het in een lagere dosering als een drankje geeft, dat het mensen met slapeloosheid kan helpen. En ze hebben toen een onderzoek gedaan bij een stuk of 20 mensen met ernstige klachten van slapeloosheid. En toen bleek dat in die groep er 2 maanden mensen waren die opmerkelijk goed reageerden op het medicijn. En die mensen zijn ze nader gaan bestuderen. En toen bleek dat dit niet mensen waren die aan slapeloosheid leden, maar eigenlijk mensen waren die aan narcolepsie leden. Met in dat kader de problemen van de nachtslaap. Ja. Dus toen bleek dat het werkt. Nou is GHB als partydruk ongelooflijk verslavend. Hoe ga je ervoor zorgen dat de mensen die u behandelt, dat die niet verslaafd raken? Ja. Het interessante was, dit is allemaal begonnen in de jaren 70. En toen wist niemand van het mogelijke misbruik of de verslaving van GHB. Dat is allemaal pas in de jaren 90 gekomen. Dus aanvankelijk is zonder enig idee van mogelijke risico's dat onderzoek uitgevoerd. Heeft het allemaal verslaafd opgeleverd of niet? Nee, gek genoeg niet. Nee, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Je ziet voor het geval van narcolepsie eigenlijk nooit problemen met verslaving. Dat heeft vermoedelijk een aantal oorzaken. Ten eerste, je neemt het ter compensatie van een duidelijk probleem. Mm-hmm. Je neemt het in vastgestelde dosering, alleen in de nacht. Je neemt het beslist niet overdag. En er zijn ook strikte instructies om het niet met alcohol of andere drugs te combineren. En waarschijnlijk zijn dat allemaal adviezen die algemeen al maken dat je minder kans hebt op verslaving. Maar mogelijk speelt er nog een ander ding bij narcolepsie. Dat is eigenlijk meer recent ontdekt. Ik zei de oorzaak van narcolepsie is dat wegvallen van die stof hypocretine als de regisseur van slaap en waken. Maar het blijkt dat die stof ook een belangrijke rol speelt bij de neiging tot verslaving. Althans, in proefdieronderzoek blijkt, en als je, dan heb je het bijvoorbeeld over proefdieren als ratten en muizen, die kun je ook heel goed verslaafd maken aan GHB, maar bijvoorbeeld ook aan cocaïne of andere drugs. Maar het blijkt, als je die muizen het onmogelijk maakt om hypocretine te produceren, dat ze amper nog de neiging hebben om verslaafd te raken aan die middelen. Okay, en als je het dan weer kunstmatig toedient, kan het wel weer gebeuren. Dus het feit dat die mensen dat stofje niet hebben, die hypocretine, zorgt er misschien voor dat ze niet verslavingsgevoelig zijn. Dat is een van de theorieën, ja. Eventjes nog hier aan tafel, Joost Breeksema. Het is ongelooflijk interessant dit. Heel erg. Maar ik denk dan, hoe kom je eraan? Want gaan jullie dan een dealer bellen, mag ik 30 pillen? Dat hebben we nodig. Dat zou een stuk goedkoper zijn. Ja. En als je kijkt naar de puurheid van MDMA op de Nederlandse markt, zou dat helemaal niet eens zo heel slecht zijn. Voor mensenonderzoek, helemaal in dit soort klinische trials, heb je GMP MDMA nodig. Dat is de Good Manufacturing Practice. En dat is waar alle medicijnen aan moeten voldoen, willen ze op de markt komen. Dus die worden uitgebreid getest voor stabiliteit. Dus het wordt gemaakt door ziekenhuizen? Het wordt gemaakt door farmaceutische bedrijven. Er zijn een paar die daar een licentie voor hebben. Ja. En dat is echt ongelooflijk duur. Ja. Dat,
Ja, en, maar dat is dus hele goede kwaliteit. €10.000 voor een gram MDMA. Dat is hele goede kwaliteit. Ja. Ja, er zullen heel veel bepaalde mensen heel gelukkig van worden als ze dit horen. Denk ze, waar kunnen we dat krijgen? Nou ja, vooral die bedrijven die dat maken, worden daar denk ik blij van. Ja. Ja. Is dit nou iets wat wellicht op hele grote schaal gebruikt gaat worden in de psychotherapie? Nou, dat is echt een hele belangrijke vraag. Dat is een goede vraag, want als je kijkt naar de inrichting van die therapieën... Ja. Dat zijn, tot nu toe zijn dat sessies met twee therapeuten... die dan een hele dag, een sessie duurt een hele dag, zo'n 8 uur... bij iemand zitten. Mensen worden voorbereid op die ervaring. Mensen hebben meerdere integratiesessies achteraf. Ja. Soms nog een MDMA-sessie, soms een derde MDMA-sessie. Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief. Ja. En, nou ja, mensen moeten uitgebreid getraind worden voor ze met die middelen kunnen werken. Want het is niet hetzelfde als... Nee, dus dat duurt nog wel even voordat het op hele grote schaal... Daar ben ik ook bang voor, ja. Ja. En ik denk dat het ook goed is, hoor. Dat dat niet op te grote schaal... Ja. Ja. Goed, heren, ik dank jullie wel voor dit interessante verhaal. Joost Breeksema hier in de studio, directeur Stichting Open en onderzoeker. En op afstand dokter Gert-Jan Lammers, neuroloog. Dank.
Thank you.